We blijven nog even bij het onderwijs in het binnenland, want Gramang Albert Aboikoni van de Saramakaners zegt dat elke Surinamer de situatie met betrekking tot overstromingen in Brokopondo-gebied of in het Brokopondo-gebied persoonlijk zou moeten zien en beoordelen. Vooral de voortgang van het onderwijs door ondergelopen scholen is voor het opperhoofd een toestand van onzekerheid. De nieuwsdienst sprak hem bij zijn bezoek aan het gebied. Maar de moskonluku, de scholen de onderwater, humanisme also de onderwater, bedrijven de onderwater. Maar aan ons ook dat in een atori. Want even als mijn bedrijf de onderwater, dan heb ik acties gezegd, maar even naar DC, bij de AD, bij de FAS, maar dat gaat ook doen. En even als scholen de onderwater, naar land die bouwen scholen. Dat gaat land die kan bouwen, een scholen, naar een principe land die sabit aki. Ego onderwater. Dus dat egi aantaki na een dreigende situatie, na een noodsituatie de nodo na kondre. En mi konsitak densmas revi, ik kan tak de radeloos. A bevolking de nono raad. Aboikoni zegt dat veel mensen zich afvragen hoe zij verder moeten. Ook schoolgaanden vertelden de redactie dat zij alle schoolspullen kwijt zijn en niet weten hoe zij op de situatie moeten inspelen. De scholen in het gebied zullen in tegenstelling tot eerdere aankondigingen vanuit het ministerie toch niet beginnen op 3 mei, zegt Sherida Salman Berggraaf, de directeur van het Algemeen Vormend Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Als voor Brokopondo is een andere situatie. Daar heeft dus behalve het klimaat, het weer, de regen, hebben we ook nog dat stukje van de dam. Ja. Dus daarop moet ander beleid losgelaten worden. Er zijn scholen daar, openbare scholen en scholen van de denominaties. En als de situatie zo blijft, er zijn een paar scholen echt onder water gelopen, dan gaan die scholen ook niet open. We gaan dus, dat is het, we gaan bekijken per gebied. Dus als we zeggen 3 mei starten we niet op, dan blijven we toch, wil dat niet zeggen dat we nu gaan uitrusten. Salman Berggraaf zegt verder dat het ministerie in contact blijft met de leerkrachten die op hun beurt in contact moeten blijven met de leerlingen. Het ministerie liet ons vandaag ook weten dat op dinsdag 3 mei alle basisscholen beginnen in Suriname, behalve de basisscholen van Brokopondo en Sipaliwini. Ook beginnen alle VOJ-scholen, behalve de VOJ-scholen in Sipaliwini.